ASWH-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Transsafe en Kappa. Na de eerste drie punten in de eerste wedstrijd tegen Sneek neemt ASWH vandaag op tegen de amateurs van Ajax op het hypermoderne sportpark De Toekomst. Een wijziging in de opstelling, dit keer is de doelpunt te maken van vorige week, Les de Pires, vanaf de aftrap aanwezig. Juderim neemt dan plaats op de bank. ASWH pakt gelijk in het begin het initiatief, zet Ajax terug op eigen helft. Hier de eerste kans al van Jesper van der Bos, maar die bal gaat voorlangs. Even later ingooi Ajax, opgepakt door Lars Boscha. En dan is het Bilal El Amrani tegen zijn oude club die de bal over de goal schiet. ASWH blijft doordrukken. Hier van rechts weer een kans van El Amrani, maar hij weet de goal weer niet te vinden. Doet Ajax dan helemaal niets in de eerste helft? Dat wel. Getuige hier een vrije trap die via de muur op het dak van de goal gaat. Hier stuurt het El Amrani goed Les de Pires weg. En Les de Pires die schiet. En die schiet op de kruising. Prachtige knal. Boven de doelman. Op de kruising. Daar heeft de ASWH pech. Want in deze tijd van de wedstrijd had het toch eigenlijk al lang een voorsprong voor ASWH moeten zijn. Nu gaat daar op links handig iemand van Ajax aan drie man voorbij. Maar het schot kan Step 2D niet ontrusten. Even later rechts. Daar laat de speler van Ajax zich vallen. Staat zelf alweer op, krijgt toch een vrije trap. En dan zal je altijd zien, zo'n onterechte vrije trap die dan een doelpunt oplevert. En geheel tegen de verhouding in, scoort Ajax vlak voor de rust 1-0. En moet ASWH op jacht. En dan is het hier Yassin Belgar, die schiet goed in, maar een uitstekende redding van de doelman van Ajax. ASWH blijft verder op zoek. Hier de laatste poging voor de rust. Het is Lars Boscha. Maar die kan zijn wreef niet goed achter de bal krijgen. Stanley Huissen stuurt hier Les de Pires weg. Die geeft voor in het begin van de tweede helft op El Amrani. Neemt de bal niet helemaal lekker aan. Maar krijgt toch nog klaar voor de voeten. Maar het is weer de doelman van Ajax die zijn ploeg redt. Dan in die tweede helft. Waar ASWH aan druk is. Weer een vrije trap van Ajax. En ja hoor, hij zit er weer in. Step 2D gaat daar niet helemaal vrij uit. Maar het is 2-0 voor Ajax. En dan wordt het toch een moeilijk verhaal van ASWH. Ondanks dat zij de betere ploeg zijn. Goed, de ASWH gaat toch aan. Het is daar Peter Verhoeven die de bal terug weet te brengen. En uiteindelijk komt hij bij Jesper van der Bos. En die knalt hem tegen de touwen. Op tijd 2-1. Nog een minuut of 20, 25. Om te proberen voor die gelijkmaker te gaan. Een belangrijke goal. ASWH zet Ajax dan helemaal vast op eigen helft. El Amrani krijgt daar een kans. Maar die bal gaat over. Via de doelman. Dan kruipen we langzaam einde van de wedstrijd. Oeh, en dan wordt hier Jesper van der Bos getorpedeerd. En daar wijst de scheidsrechter naar de penaltystip. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het rond de lijn was. Hij had er ook buiten kunnen zijn. Dan is het El Amrani die als vaste strafschoppennemer die bal neemt. En die mist hem. De vraag is dan of dat verstandig is geweest. Omdat men hier El Amrani natuurlijk goed kent. En waarschijnlijk ook weet hoe hij de penalties moet nemen. Of neemt. Maar goed, dat is achteraf. ASWH zal verder op zoek moeten. Geeft dan natuurlijk ook wat meer ruimte weg. Heeft een centrale verdediger eruit gehaald. Stanley Huissen en David Almeida eruit. En Clarence Bijl en Sam van der Kreken zijn er inmiddels ingekomen. Dan zitten we in de ene laatste minuut van de wedstrijd. Wordt de bal voorgebracht. Jesper die krijgt hem nog een keer naar voren. En dan is het Lars Boscha die de bal afmaakt. En dan is het in die ene laatste minuut toch nog 2-2. Niet meer dan terecht voor ASWH. En we zijn blij met de 2-2. Maar uiteindelijk gaat ASWH hier twee punten inleveren. Want getuige de wedstrijd had hier een drie punten erin gezeten. En dames en heren, dit is het laatste fluitje.
ASWH TV wordt mede mogelijk gemaakt door Transsafe en Kappa.